Met ACMOS voorzitter Sjaam Binda spraken wij over een aantal zaken. Ten eerste de protestmanifestatie welke is gehouden op het Onafhankelijkheidsplein, wat hij allemaal daarvan vindt. De opmerkingen die er zijn geplaatst vanuit de coalitie en of coalitieleden en of de regering en of uit de NDP, de opmerkingen die er allemaal zijn geplaatst, wat hij daarvan vindt, maar ook over de naam die nu rond circuleert of wordt genoemd van de mogelijke governor van de Centrale Bank van Suriname, de naam van Maurice Roemer, wat de ACMOS-voorzitter daarvan vindt. We voeren nu naar Binda, die allemaal als volgt reageert. Nou, ik vond het een geweldig succes. De massa heeft hun kracht getoond. Men is, ondanks de organisatie, is men massaal komen opdagen. En ik denk dat hiermee men heeft aangetoond dat men een eenheid vormt als Suriname. Als het land in problemen is, of het bestuur van het land faalt om het beleid in feite in de goede richting te sturen, dan is het tijd dat de Surinamers hun misnoegen uiten. En dat is gisteren gebeurd. De mensen zijn massaal komen opdagen, bedrijven zijn gesloten geweest, de binnenstad was plat. En men heeft geparticipeerd. Mensen die nooit eigenlijk, of groepen die nooit meededen aan dit soort protestmanifestaties. We hebben specialisten gehad, medische specialisten, de medische wereld, de onderwijswereld, noem maar op, van alles heeft meegedaan. Het bedrijfsleven heeft volop meegedaan. Dus al met al was het een succesvolle dag. En het signaal is ook duidelijk geweest, van luister nog tot zover. Verder kunnen we niet. Begrijp je? Dus ik hoop van harte dat deze regering beseft wat voor catastrofen zij hebben aangericht aan dit land. En ik hoop dat ze dit soort protestmanifestaties niet gaan bagatelliseren of gaan vernederen of gaan minderwaardig gaan noemen of ach, er is niks aan de hand. Maar dat men het serieus neemt. Want dit soort zaken kunnen escaleren. En ik zal u zeggen waarom. Omdat we deze komende maanden, je zei niet de maanden, weken, dat er werkelijk een groot probleem in het land gaat ontstaan. Ik zal u zeggen waarom. De bedrijven kregen geen overmakingen meer. Dus de bedrijven zijn aangewezen op de zwarte markt. En de zwarte markt verkoopt niet. Iedereen houdt zijn geld vast. En die koers tiert welig. Het is constant elke dag aan het omhoog aan het gaan. Maar toch vind je het niet. Al zoek je naar, je vindt het niet. Dat is één. Ten tweede moet u begrijpen. De Surinaamse gulden is al lang ontwaard. Is al lang gedevalueerd. Maar men komt niet met een officiële devaluatie. Waardoor in feite men vrijelijk nu eigen koers bepaalt van hoeveel de waarde is voor de dollar of voor de euro. Maar ik begreep wel dat die regering niet gaat kunnen devalueren op dit moment voor de verkiezing. Omdat als je gaat devalueren, betekent dat je iedereen aan loonsverhoging moet geven. Dan krijg je dus die spiraal, de inflatie, op die SRD weer nog een keer. En waardoor die koersen weer omhoog gaan. Dus ik kan begrijpen dat ze niet willen devalueren. Maar het is belangrijk dat we wel precies weten waarmee we bezig zijn. Waarmee is die regering bezig? Er komt elke dag schande naar buiten. Elke dag hoor je weer een ander verhaal. Ik ga u ook zeggen, ik vernam vandaag dat de mensen in de rij stonden voor de benzine. En het heeft te maken met onzekerheid. Eén persoon moet het maar zeggen en het gaat net een vonk door die samenleving. En iedereen staat plotseling te hamsteren in rijen. Ik roep de mensen op dat ze dat niet moeten doen. Men moet zich goed laten informeren voordat men dat doet. Want de weinige olievoorraad die we hebben, voor 6 weken denk ik, die is straks uitgeput als men allemaal rent naar de service station. Wat men wel, ik denk dat mensen nu bewust zijn, wat men wel weet, is dat de olieprijzen niet zo gaan blijven. Want de olieprijs is berekend op 7,52. En we weten dat de olieprijs straks aangepast gaat worden. Dus misschien is dat eigenlijk die run naar de service stations geweest. Dat iedereen van man, olieprijzen gaan omhoog, maar beginnen te hamsteren. En daarnaast, die olieprijs gaat aangepast moeten worden, omdat er nu hevig gesmokkeld wordt naar ons buurland. U begrijpt, daar zijn de euro's te halen voor die benzine en hier blijf je nog met de 7,52. Dat is een levendige handel.
smokkel. Dus dat is in de vroeger tijd ook gebeurd. Dus we moeten deze zaken goed analyseren en zeggen van luister, dit zal het effect zijn. En vandaar dat ik zeg, die prijzen van de olie gaan omhoog moeten. Met alle gevolgen van dien. Want je krijgt direct een domino effect in die samenleving. Omdat als de olieprijs omhoog gaat, betekent dat vervoer, vracht, dienstverlening, noem maar op. Iedereen die met rollend materieel te maken heeft, gaan de prijzen omhoog. En dat beïnvloedt weer de andere prijzen van de eerste levensbehoeften. Vandaar dat ik zeg van, sorry, kijk, het punt in Suriname is, we hebben reeds eerder dit meegemaakt. Vandaar dat de mensen een evaluatie voor zichzelf maken. Men is rijp geworden, men kan vermoeden of men heeft de verwachting of vermoedens dat de volgende dag dit gaat gebeuren. En het is vaker gebleven dat het werkelijk gebeurt. Dus vandaar dat ik zeg, het bevreemd me niet als mensen plotseling in rijen staan bij de oliestations. En dat iedereen eigenlijk jacht maakt op dollars. Ik bedoel, je kan langs de weg stoppen. Al zie je iemand een tuin aan het schoonmaken. Als je vraagt, wil je dollars kopen? Al heeft hij geen cent bij mij, gaat zeggen, oh meneer. Voor hoeveel? Omdat men bewust is dat de dollar op dit moment zeer gevraagd is. En je gaat niet kunnen devalueren. Het gaat geen effect hebben als je die productie niet opvoert. Als je je inkomsten in dollars niet vergroot. Want dan ga je steeds leger en leger en leger worden. Tenminste, bankroet als staat. En dat zijn we op dit moment. Dat moet ik echt zeggen. De bankaire wereld weet er alles van. Dat we in feite bankroet zijn. Ik hou me hard vast. Als eind van deze maand de salarissen nog uitbetaald kunnen worden van de ambtenaren. En hoe men dat gaat aanpakken. En als het niet vandaag gebeurt of eind van de maand, dan gebeurt het volgende maand wel. Begrijpt u? Vandaar dat ik zeg, men moet duidelijk beleid tonen. Maar het schijnt dat deze regering alles aan zijn schoenen lapt, aan zijn laarzen lapt. En het interesseert ze niet. Ze zijn laconiek, ze zijn zo beledigend naar het volk toe. En men komt niet met oplossingen. Elke dag zie je weer een schandaal. Een schandaal op schandaal op schandaal. Er worden geen vragen beantwoord. Ook niet naar onze volksvertegenwoordigers toe. En ik vind het jammer. Maar dit kan zo niet verder gaan. Vandaar dat ik zeg, dit is eerste betoging geweest. Gelooft u mij, in de komende weken of komende maand gaan er meer van dit soort betogingen komen. Omdat bepaalde mensen hun geld niet gaan kunnen krijgen. Waardoor die mensen op straat gaan komen. Ze hebben geen keus, want je moet door kunnen leven. En als je niet betaald wordt, en dat is in de afgelopen jaren al gebeurd, dat er verschillende groepen, verschillende disciplines moesten wachten op hun geld. We kennen de gevallen van de bushouders, de boothouders, noem maar op. Die allemaal steeds met bedreigende taal of met acties moeten dreigen om aan hun geld te komen. Wat niet goed is, het is geen gezonde zaak. En u zegt, heer Binda, dat de signalen, de boodschappen duidelijk zijn geweest, maar niet iedereen heeft dezelfde overtuiging, of niet iedereen is daarvan overtuigd. Want we zien dat de vicevoorzitter van het parlement, DNA-lid ook nog, Melvin Bouva, die geeft aan dat het niets anders heeft, de boodschappen gemist, helemaal op het onafhankelijkheidsplein. En voor hem is het allemaal scheldkanonades geweest naar de NDP. Hoe reageert u hierop? Ik vind het een zeer naïeve opmerking van hem. Hij moet niet vergeten dat hij als eerste volksvertegenwoordiger is en de tweede pas partijgenoot van de NDP. Als er een signaal wordt gegeven van meer dan 10.000 mensen op de been die onvrede hebben met de situatie, dan zal jij als volksvertegenwoordiger het ter harte moeten nemen en met een goed geargumenteerd verhaal moeten komen om de rust terug te brengen. Maar nu ben je bezig om in feite zaken te bespreken die niet herdoende zijn. Op dit moment gelden. We hebben niks aan zijn boodschap dat er scheldkanonades waren daar. Als men in actie is, wordt er altijd met een verheven stem gesproken. En als er actie gevoerd wordt tegen een desastreus beleid, gaat men schelden, ja. Er gaan emoties losbreken. Mensen hebben er genoeg van. Vandaar dat je het kreeg. Hij zou zich beter moeten oriënteren van wat gebeurt er in het land. Hij weet het ook.
Hij weet het, wat er gebeurt in het land. Niet zomaar zijn mensen op het plein gegaan. Niet zomaar hebben mensen hun bedrijven gesloten. Niet zomaar hebben mensen ziekenhuizen verlaten en onderwijs. Men heeft een probleem in het land. En als meneer Bova zegt, ja, er waren scheldkandalen zijn tegen de NDP. Ja, de NDP. De NDP is het probleem in het land. De leiding van de NDP heeft het land op dit moment in zijn klauwen. En ik geloof u mee, ze kunnen er niks van maken. Ondanks alle organisaties, allemaal hebben medewerking verleend. En waar zijn ze vandaag? Ze praten net met niemand meer. Omdat niemand met ze wil praten ook. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dit mooie land wordt kapot gemaakt door die NDP. Maar ik ga u zeggen, die verrekening komt nog. Die verrekening komt van dit volk. Dit is een trailertje geweest. Die verrekening gaat komen. Laat meneer Belvin-Boter dat onthouden. We zijn niet hier voor eeuwig op aarde. Begrijp je? We zijn hier als Surinamers om een eenheid te vormen en dit land naar grotere hoogtes te brengen. Niet om te praten uit eigen, ach, het stelt niks voor. Laten we eerlijk zijn. Meneer Boutersen maakt diezelfde fout. Hij zegt, ik ga wezen dat er meer mensen op de been komen. Zijn we in een wedstrijd verwikkeld of zitten we met een probleem? Het gaat niet om hoeveel mensen je op de been brengt. Het gaat om het signaal van mensen zijn onvredig. Men wil verbetering hebben, men wil verandering hebben, men wil garanties hebben. Begrijp je? Niets anders. Het gaat niet over, jij brengt zoveel mensen. Als er 5 mensen daar staan, betekent dat dat je nog een probleem hebt. Ja, dat er is er een handjevol die voor de assemblee met de petitie staat, dat betekent dat er een probleem is. Dat zou ik ook net zeggen, ook de opkomst, daarover zien we dat er ook heel wat, aantallen, er worden verschillende aantallen opgenoemd. Men praat in feite niet over een massasegment. Nou, kijk, het is moeilijk om zo'n massa te tellen. Dat er een massa aanwezig was, is een feit. Hoeveel de mensen zijn geweest, interesseert mij niet. Maar als de binnenstad plat is, het grootste deel van de onderwijssector plat is. Ik heb zelf medische specialisten gezien daar. Die niet de slechts betaalde mensen zijn, maar een probleem hebben. Omdat ze opkomen voor de gezondheidszorg. En men zegt ook van meneer, in de toekomst mag je verwachten dat wij als specialisten niet naar behoren ons werk zullen kunnen verrichten. Vanwege schaarste aan medicamenten die men nodig heeft. Men zegt het al aan het grote publiek. Alleen om niet morgen eigenlijk uitgescholden te worden. Van ja, die dokter heeft me niet geholpen of die man heeft me niet kunnen helpen. Men begint te informeren van luister, dit komt op ons af. Kijk, als er een storm ergens in een land woedt, dan begint men het land te waarschuwen. Of de mensen, kijk, er komt na zoveel uur een storm op ons af. En dan betreft men beveiligingsmaatregelen. Hetzelfde, gisteren zag ik dat de onderwijskrachten hebben aangetoond van luister, we gaan straks niet met het salaris uitkomen. Dus men komt niet meer met het salaris uit. Begrijp je, want ons geld is zo ontwaard. Dat geen van die groepen die daar aanwezig waren met hun salaris uitkomen. En dan kreeg je nog zaken dat straks benzineprijs omhoog gaat, medicamenten omhoog gaat en de mensen hun salaris nergens. Ik bedoel, hebben de mensen daar geen recht van spreken? Dus ik zeg, dit soort grapjes als meneer Bova. Ach, ik heb geen woord voor ze. Het zijn geen mensen die eigenlijk voor het belang van het grote publiek daar zitten. Het zijn enge belangen die ze eigenlijk op dat moment daar hebben gehouden. Ze zijn bezig met zichzelf. Ze verrekenen zichzelf ook. We zijn een kleine samenleving. We weten dat die man businessman is geworden. Begrijp je? Die man is businessman geworden. Toch? Ik gun iedereen om businessman te zijn hoor. Maar niet ten koste van dit volk. Je moet ga zweten uit je eigen kracht. Bewijs wat je waard bent. Dan heb ik respect voor je. Niet wanneer je vanuit een politiek platform geld hebt verdiend. Bogo bogo money en dan ga je daar businessman spelen. Ik bedoel, come on, laten we eerlijk zijn. Ik kan iedereen tot een zakenman maken voor een korte tijd. Want ik kan u garanderen, ik heb veel van dit soort politici gezien. Die zogenaamd zakenman zijn geworden. En zijn allemaal failliet gegaan. Omdat het geld gratis is gekomen. Als je gezweet hebt ervoor, dan is het wat anders. Als je gezocht hebt ervoor. Maar als je gratis hebt gehad, asan notang. Dat hebben ze mensen gezegd. Ja. Heer Binda, wat we ook zien is dat nu de derde naam genoemd wordt van de mogelijke governor van de Centrale Bank van Suriname. Na de namen van de heer Proeven, Armand Sunder, wordt nu de naam van Maurice Roemer genoemd als de mogelijke governor van de Centrale Bank van Suriname. En we horen dat dat is een voordracht
waar ook het bedrijfsleven erachter staat. Jullie staan, uw organisatie staat ook achter de benoeming van de heer Roemer. Nou, ik ga niet praten over benoeming, want de man is nog niet benoemd. En als mijn organisatie erachter staat of niet, we hebben ook niet vergaderd over dit onderwerp. Dus ik kan geen uitspraak doen als ACMOS voorzitter erover. Maar wat ik wel wil zeggen, ik heb meneer Maurice Roemer goed gekend. Hij was ook Kamerlid tijdens mijn periode als, in de Kamer van Koophandel. En het is een, ik mag zeggen, integer persoon. Hij heeft van het bedrijf Self Reliance, die verlieslatend was, heeft hij een stabiel bedrijf opgebouwd. Dus hij heeft zich bewezen in die samenleving. Het enige kent zijn kwaliteiten niet in de financiële wereld, althans niet in de functie van een governor van een centrale bank, is wat anders dan een verzekeringsbedrijf runnen, begrijpt u? Maar ik zeg, als mensen soms kwaliteiten hebben, moet je ze de benefit of the doubt geven, het voordeel van de twijfel geven. En dat doe ik ook hierbij, ik geef hem de voordeel van. Alleen vraag ik me af, als hij het ambieert, zo'n functie, wat hij daar zou gaan doen. Want je bent eigenlijk in een zinkend schip gestapt met een vreselijk groot gat. En natuurlijk, je wordt daar gedirigeerd door politici. Het is niet een normale functie, het is een politieke functie die je daar hebt. Je wordt gat gedirigeerd, hoor. Je moet dit doen, je moet dat doen. Allemaal, begrijp je? En als je het niet doet, nou, dan heb je ruzie in het kamp. Dus vandaar dat ik zeg, als integer persoon, ja, we moeten even wachten wat er gebeurt. Als hij het ambieert of als hij misschien mogelijkheden ziet dat hij de zaak weer op rails kan brengen. Ik wens hem in elk geval succes toe. En even blijvend bij de acties, heer Bindam. U hebt het ook aangegeven dat er meerdere momenten zullen volgen. Maar velen hadden toch gehoopt dat men in één adem door zou gaan. Nou, ik denk dat die actie vanaf het begin was aangekondigd voor één dag. Je kan niet met de actie komen die langer duurt. Gelooft u mij, het is bij hoge uitzondering. Kijk, als de situatie zo erg begint te worden, gaan die acties langer duren, ja.